Je wil een muziektrack toevoegen aan je edit. Die is bijna altijd te lang of te kort. Maar wat is nu de gemakkelijkste manier om die te remixen? Wel, dat zien we in deze tip of the week. Ik heb voor deze tip of the week een projectje klaargezet. En dat is hier een heel eenvoudige edit met een muziektrack eronder. Die muziektrack is natuurlijk veel te lang. We hebben hier ongeveer 45 seconden beeld, maar onze muziektrack loopt hierdoor tot meer dan een minuut en een half. Dus hoe kunnen we die nu gemakkelijk omzetten? Wel, dat gaan we doen met Adobe Audition. Audition is een audiobewerkingsprogramma dat ook in de Creative Cloud zit en werkt heel goed samen met Premiere Pro. Dus ik ga mijn sequence sturen naar Audition. Dat doe ik door Edit in Adobe Audition, Sequence. En dan ga ik ervoor zorgen dat dit zeker aanstaat, open in Adobe Audition. En ik kan hier eventueel nog de locatie gaan aanpassen als ik dat zou willen. Ik ga hier gewoon de standaard locatie nemen. Oké. En ik zeg oké. En dan gaat hij dat openen in Audition. Voilà, zo ziet Audition eruit. Wat zien we hier? We zien hier eigenlijk onze muziektracks die we in Premiere Pro ook hadden. En daar staat onze muziektrack op. Hier zien we ook nog onze videotrack. We kunnen die hier niet aanpassen. Dat moeten we in Premiere doen. Maar als je zou willen werken op het beeld, kan je daar natuurlijk een referentie van gebruiken. Maar wat is nu belangrijk? Ik wil vooral hier deze muziektrack gaan inkorten naar die 45 seconden. Ik doe dat door deze te selecteren. Ik ga naar het Properties paneel. Als je dat niet ziet staan bij Window, kan je hier het Properties paneel terugvinden. En hier zit een tapje onder Remix en dan een knop Enable Remix. Ik ga daarop klikken. Audition gaat dit analyseren. Voilà, dus Audition heeft dit geanalyseerd en nu kan ik hier bij Target Duration eigenlijk gewoon een nieuwe duurtijd gaan ingeven. En als ik die op 45 seconden zet, zo, voilà, dan zien we dat hij eigenlijk deze muziektrack gaat inkorten tot bijna 45 seconden. Nu, je ziet hier staan plus of min 5 seconden. Dat wil zeggen dat Audition nooit exact de juiste tijd zal kunnen maken, omdat hij rekening houdt met wat er in je muziek zit natuurlijk. Maar het komt wel in de buurt. Nu, wat doet hij eigenlijk? Hij gaat stukken knippen uit je muziek en die dan gaan samenvoegen. En je ziet dat aan die kartellijnen die hier in de clip verschijnen. Dat zijn eigenlijk de stukken waarin dat er twee clips aan elkaar gezet zijn. Je kan hier nog wat mee spelen. Onder Advanced zitten een paar sliders waar je gerust eens mee mag spelen. Vooral die edit length kan wel interessant zijn. Kijk, als ik deze even verzet, dan zien we dat we een totaal andere remix krijgen. We kunnen dit even afspelen. En zo hoor je dat die remix eigenlijk wel goed verlopen is. Hè. Al die zaken waar je van die kartellijnen ziet, daar is de muziek aan elkaar gezet. Luister daar eens goed naar. Elke clip is een beetje anders. Maar zo kan je toch tot in de buurt komen van die target duration. Je kan eventueel ook, als je zegt van ik mag echt niet voorbij de 45 seconden komen, probeer dan eens een klein beetje minder in te geven, van 44 seconden. Dan gaat hier op het einde de uitloper mooi wel ongeveer uitkomen. En voilà, zo simpel is het om een clip te gaan remixen. Nu moeten we hem natuurlijk nog terug in Premiere krijgen, maar ook dat is niet zo moeilijk. We gaan naar Multitrack. Export to Adobe Premiere Pro. En dan gaan we dit naar diezelfde map versturen. En dat was hier deze interchange map. Edit, voilà. Save. En dan gaan we kiezen voor een mixdown, stereo file en export.
Dan gaat hij in Premiere Pro vragen op waar dat we die willen gaan plaatsen. In een nieuwe audiotrack of bijvoorbeeld op audiotrack 2. Ik weet dat die hier leeg is, dus ik ga die daar opzetten. En voilà, onze nieuwe track, geremixed, is hierin terechtgekomen. Ik kan de originele muten en voilà, ik heb een nieuwe remix. Zo eenvoudig is het dus om een muziektrack te remixen met de hulp van Audition. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, dat jullie hier iets aan hebben gehad. Geef ons zeker een like, abonneer u op ons kanaal en dan zie ik u graag terug in een volgende Tip of the Week. Tot dan!